Op heel veel locaties wordt zaterdag aan de landelijke opschoondag meegedaan. Om ook scholen bij deze actie te betrekken, is vrijdag al een voorproefje gehouden. Zo trok de Bredase wethouder Janus Ome een paar werkhandschoenen aan om op de Liniedoornschool aan de Baliendijk samen met de leerlingen zwerfvuil op te ruimen. Ook vandaag gaan vrijwilligers op pad om straten, pleinen en dreven schoon te maken. Omdat zoveel vrijwilligers de handen uit de mouwen steken, is de koppeling gelegd met Make a Difference Day. Die andere grote vrijwilligersactie die vrijdag en zaterdag wordt gehouden.